Ecoloco-voorzitter Zakia Khattabi wil niet dat Vlaams Belang verkozene Dries van Langehoven donderdag een prominente rol krijgt tijdens de installatievergadering van de nieuwe Kamer, die wordt voorgezeten door Patrick de Waal, Open VLD, het Kamerlid met de meest anciëniteit, maar als een van de twee jongste parlementsleden zou Van Langehoven de Waal flankeren. Zijn in verdenkingstelling wegens vermeende inbreuken op onder meer de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, dreigt het imago van de Kamer nog verder te bezoedelen, zegt Khattabi vandaag in een gesprek met Belga. Van Langehoven werd gisteren verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Volgens het parket Oost-Vlaanderen werd hij formeel in verdenking gesteld, en dat 3 dagen voor de installatievergadering van de Kamer, waar dus een prominente of op zijn minst een zeer zichtbare rol voor Van Langehoven weggelegd is. Maar als het van Ecolo afhangt, komt het niet zo ver, met deze inverdenkingstelling wordt het stilaan onaanvaardbaar, we kunnen onze instelling niet nog eens laten bevuilen, zegt co-voorzitter Khattabi, ze brengt in herinnering dat Van Langehoven onder voorwaarden is vrijgelaten, en dat een van die voorwaarden erin bestaat dat hij een geleid bezoek moet brengen aan Dedelsingkazerne in Mechelen. Khattabi vraagt aan de democratische partijen in het parlement en aan de leden van het bureau van de uitredende Kamer om te vermijden dat Van Langehoven donderdag naast voorzitter De Waal mag plaatsnemen. Bekijk ook, Onkelinks en Vervoort stellen voor aan Ecolo en Davy om mee te doen aan de onderhandelingen. Video van Belga.